Hey superfoodie, ik ben Tessa van The Green Happiness en we gaan vandaag een chia pudding maken. Een groene chia pudding, super simpel. Dit is dus een mega chill ontbijt als je in de ochtend eigenlijk niet zoveel tijd hebt. Dus dit maak je dan de avond van tevoren klaar, bewaar je in een bakje of in een pot. Ook heel fijn als snack, bijvoorbeeld na een workout. Er zitten mega veel omega vetzuren in en goede eiwitten, dus top. De chiazaadjes gaan we eerst even fijn malen. En dat doe je omdat je dan de omega-vetzuren veel beter kunt opnemen. Als je nu daar meer over wilt horen, dan kun je even de video bekijken over chia-ei. Wat we nodig hebben zijn 3 eetlepels. Dus die doe ik in de koffieboonmaler. Oké, dus chiazaad erin, een banaan. Half avocado. Een beetje melk. Plantaardige melk gebruik ik altijd, dus dit is havermelk. En uiteraard wat green juice poeder. Je kunt zelf een beetje bepalen wat de smaak, maar ongeveer 1 à 2 theelepels is voldoende. En dan blenden we hem even. En je ziet nu al dat het echt een beetje een dikke pudding is geworden. Maar hoe langer je dit laat staan, hoe meer die chiazaadjes gaan opzwellen. Dus hoe dikker het wordt. Dus als je dit maakt voor de volgende dag, is het ideaal. Nou, je ziet al dat het echt een beetje een dikke pudding is. Maar als je dit dus nog langer laat staan, dan zwellen die zaadjes helemaal op. Waardoor het dus nog dikker wordt. Dus als je dit maakt voor de volgende dag, is het echt perfect. En het lekkerste is als je hem nu nog even kan afmaken met wat vers fruit of mijn favoriet cacao nips eroverheen. Misschien wat kokosrasp. En als je het lekker vindt, een klein beetje ahornsiroop. En voilà, ontbijt is klaar.